Hey mensen, welkom bij het Dylan Hagenschamp Club Toernooi 2.0. Hoi, het is weer zover. Een clubtoernooi. Hoe vet. De vorige keer was het echt leuk. Het is ook heel goed bekeken. Jullie vonden het fantastisch. En vandaag is het weer zover. En dit keer een prijzenpot ter waarde van 400 euro. Wow. Maar wat die prijs precies gaat zijn, dat laat ik dadelijk weten. Maar eerst wil ik even vertellen dat dit toernooi mede mogelijk gemaakt is door DHG eSports. What? Ja, ik heb een eigen eSports team opgezet. DHG eSports, oftewel team DHG. We hebben nu een aantal Brawl Stars spelers die erbij zitten. Die zie je hier nu in beeld. Wat een toppers. Geweldige lui. Echt fantastisch. Volg even het Instagram account van DHG eSports. Dat is dit. Als je die volgt, dan krijg je een pluim. Nee, maar echt, doe dat. Er komen hele vette dingen voorbij. Straks als het corona voorbij is, komen er ook allemaal vette events aan rondom dit. Dus volg dit account. Hier komt alle info op te staan. En later komt er ook een website. Maar dat is er nu nog niet, dus dat kan ik je niet laten zien. Dus nu zie je hier een aardappel. Thanks, editor. Vergeet natuurlijk ook niet even lid te worden van onze Discord-server. Linkje staat in de bio. Er komen ook heel veel leuke dingen voorbij rondom gaming, rondom mijn gamingkanaal, rondom e-sports, rondom alles. Dus volg dat zeker. En dan is het tijd om even de prijs te laten zien, want daar zijn jullie natuurlijk super benieuwd naar. Nou, dat is het volgende. Ja, daar zijn ze. De doos zit los. Kom op. Ja. Dit is doos 1 en ik heb hier nog zo'n doos staan, maar dat is te zwaar om tegelijk op te tillen. Het zijn namelijk... Blades! En niet zomaar Blades, dat zijn de Oxbow Blades waar ik een tijdje terug opnames mee heb gedaan. Dit is niet gesponsord trouwens. Ik had deze dingen nog splinternieuw hier liggen. Ik heb er namelijk 3 stuks van. En ja, ik gebruik er maar 1. Dus ik dacht, ja, waarom geef ik ze dan niet gewoon weg tijdens het toernooi? Dat is toch vet? En het is vandaag dus een duo toernooi. En het duo dat gaat winnen krijgt allebei zo'n ding opgestuurd. Nogmaals, niet gesponsord Oxbow. Als je wilt betalen, mijn rekeningnummer staat in de beschrijving. Ik had die dingen nog liggen en ze zijn echt vet. Het zijn zo'n dingen. Au. Au. Je kan er dus zo op zweven, weet je wel. Wacht, ik laat het wel even zien. Oké. Wee! Wee! Nou, dit is dus zeg maar het idee. Deze dingen kun je winnen. Yay! Zo, dus dat is lachen. Je krijgt wel splinternieuwe, geen gebruikte. En dan gaan we nu snel door naar de bracket. Heel mooi dit. Ja, dit is dus de bracket. Hier zie je de teams. Dit zijn vandaag de teams die tegen elkaar gaan strijden. Het is dus een duo toernooi. Ietsjes anders dan de vorige keer. En daarom hebben we ook ietsjes meer rondes. We hebben namelijk halve finales, zoals je ziet. Als je verliest, lig je dat direct uit. Het is dus wederom een afvalrace, zoals bij de vorige aflevering. Als je je pool hebt gewonnen, ga je door naar de halve finale. En hier maak je nog wel ietsjes meer kans. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Want ik ga jullie eerst even de regels vertellen. Hoi, hier ben ik weer. Ja, zien jullie me weer? Leuk. Ik pak de regels er even bij, zodat ik niks vergeet. We spelen dus duo showdown op verschillende maps. Er wordt dus 1 game gespeeld per pool. En als je eruit ligt, dan lig je eruit. De nummer 1 van de pool gaat door naar de halve finales. En in de halve finales gaan nog 5 teams door naar de grote finale. Teamen is absoluut niet toegestaan. En alle deelnemers van het toernooi zitten natuurlijk in de Dylan Hagenschamp Club. En we hebben nog iets speciaals, want we hebben 2 knokkers die geband zijn voor dit toernooi. Spruit... En Gale. Gale omdat hij nieuw is, omdat hij nog niet helemaal balanced is. En Spruit is gewoon echt te intens. Dan zouden we alleen maar de hele dag naar spruitjes aan het kijken zijn. En ik hou niet van spruiten. Nee, grapje, dat vind ik eigenlijk best wel lekker eten. Nou ja, hij is in ieder geval wel geband. Nogmaals, dit zijn de pools. Zij gaan strijden voor een prijs ter waarde van 400 euro. Ik wens iedereen heel veel succes. En we gaan gewoon beginnen met het toernooi. Oké, mensen. Het heeft even geduurd, maar de teams zijn samengekomen. Pool 1 zie je nu in beeld. Die beginnen. Helaas is iemand niet komen opdagen, dus dat betekent dat er een bot meedoet. Dat doen we niet de hele tijd. We hebben ook invallers klaarstaan. Maar we hebben voor nu een uitzondering gemaakt. En we gaan gewoon kijken naar de game. Daar komt die, jongens. De eerste... pool van het tweede toernooi gaat beginnen. Oh, het is echt vet heftig meteen, jongens. ik was even in shock. Iedereen is meteen aan het vechten en heftig ook. Moet je zien. Cryptonaut en Jesse staan in het midden. Ze zijn gewoon allemaal voor het midden gegaan. Want ze wilden die dozen hebben natuurlijk, die power cubes. En Jesse en Cryptonaut van DHG eSports... staan er heel goed voor. Ze hebben 7 cubes en ze hebben ook nog eens de macht op het midden te pakken gekregen. Ik was... Je ziet het misschien, ik was even in shock. Ja, de bot is dood. Ja, dat kun je natuurlijk verwachten.
Maar ik dacht, iedereen is al zwaar aan het vechten. Waarom is iedereen al zwaar aan het vechten? Alai staat daar rechts met zijn duomaatje Halim. En dan heb je Tijn en Nathan nog. Vlum Vlum en Lucas staan hierboven met één powercube. En oh, Jesse gaat er vol voor samen met Kryptonaut. En ze hebben de kills gepakt. Ja, dit is... Dit ziet er heel goed uit voor ze. Dit ziet er echt heel goed uit. Dit is dikke prima, want ze hebben 11 powercubes. Ik ben niet partijdig, maar ik moet wel zeggen dat ik het lekker vind om Team DAG zo te zien spelen. Daar word ik natuurlijk wel gelukkig van. Maar ik ben absoluut niet partijdig. Alleen, dit ziet er wel heel goed voor ze uit. Ze hebben weer een duootje te pakken. En dat betekent dat ze nu dadelijk 14 powercubes hebben. Jesse gaat er gewoon volop voor en pak ze allebei. Gefeliciteerd Jesse en Crypto. Ja, het zijn natuurlijk wel een van de hoogste spelers uit de club. En ze hadden veel kans, maar dat het zo rap ging, dat had ik niet verwacht. Gefeliciteerd Jesse en Crypto. Jullie zijn door naar de halve finale. Oké, dit wordt een leuke pool. Dit is pool nummer 2. En zoals je ziet zitten Rick en Marit erin. Dus dat wordt comedy next level. Ik ga eruit en dan kunnen ze beginnen. Zo. Ik ben echt super benieuwd. Marit en Rick staan echt tegen super goede mensen nu. Dus dat wordt echt hilarisch. Ik kan niet wachten op deze pool. En ze zitten erin, dus we gaan kijken maar. Spannend! Marit en Rick. Ja, dit wordt leuk. Kijk ze samen. Rick, jongen, met zijn Daryl. Rick is een hele agressieve speler met Daryl, dus ik ben benieuwd. En Marit is Tik. Ze houdt ervan om juist op afstand met knokkers te spelen. Dus ik ben benieuwd hoe ze dit gaan doen. Ze staan hier tegenover Zandmandje en Mama. Dat is niet mijn moeder overigens. Het zou ook nog wat zijn als Marit en Rick en mijn moeder in deze game zaten. Oh, ze worden meteen gepusht. Nee, dat is ook zielig. Dat is sneu. Laat ze nou gewoon. Oh, Marit. Ik vind het sneu. Kijk, oh, daar gaat Marit al. Rick gaat op Crow. Maar ja, dit gaat natuurlijk helemaal niks meer worden. Die worden helemaal kapot gemaakt. Dat waren ze. Marit en Rick liggen uit het toernooi, helaas. Yannick en Tonky zitten er ook in. Mr. Holmes en King. En we zien een aantal Jackies. We zien Ems. En we zien Jean. We zien heel veel Jean. Allemaal vrij agressief. Doordat Mama en Zandmandje Rick en Marit te grazen hebben genomen, hebben ze wel de meeste power cubes. Maar het is redelijk gelijk. Oh, er wordt er eentje gegrabd. King wordt gegrabd en meteen afgemaakt. Zandmandje en Mama, ja, die hebben weer een duo uitgeschakeld. Dat betekent dat ze nu 8 power cubes hebben. Heel netjes gespeeld. Hele mooie grab ook. Oh, weer een grab te pakken. En jawel, ze hebben Yannick ook. Wat een nette play was dat. Heerlijk gedaan. Heerlijke grab weer. Respect voor Zandmandje met een mooie grab. Dat betekent dat Ems er tussenuit is geplukt en dat Tonky het nu alleen moet doen. Maar Ems is toch teruggekomen. Dat heb je natuurlijk bij duo. Je respawnt. Maar ja, dan ben je wel al je power cubes kwijt. En dat is zuur. Dat is zuur. Ja, en je ziet al Zandmandje en Mama blijven druk zetten. Want zij weten ook, ja, die Ems die is nu niet meer zo sterk. De storm gaat closen op dit moment. Zag ik dan nou een grab die mis was van Mr. Jamie? Oh, en Tonky is laag. Yannick is laag. Ja, dat gaat niks meer worden natuurlijk. Nu is het de showdown tussen Zandmandje, Mama, Likeballs en meneer Jamie. Of Mr. Jamie, als je het in het Engels wil zeggen. En weer een grab. Heel netjes gedaan. Ja, en dit kan niet meer fout gaan voor die twee natuurlijk. Zij zijn de winnaars van pool nummer 2. Zandmandje en Mama. Hartelijk gefeliciteerd. Heel erg goed gedaan. En zo, daar gaan we weer. Ik lief deze groep. En dit is pool nummer 3 die nu gaat spelen. Je ziet ze nu in beeld. Dit zijn de deelnemers. En dit wordt een heel spannend potje. Dat kan ik jullie verzekeren. Er is helaas één iemand niet opkomen dagen. Dus dat betekent dat er weer een bot in zit. Kareltje en Delano zitten erin. Die hebben jullie misschien al vaker voorbij zien komen in video's. Zijn overigens ook spelers van DHG. Ja, ja. Kijk, daar zijn ze. Delano en Karel. Met een Jean en een Jackie. Wie hebben nog meer in de aanbieding? Anaal Kampan. Wat een namen zijn hier toch. En It's Your Boy met Ems en met Mr. P. Kareltje pakt daar de power cubes op. En daarboven hebben we een bot met Poco. Ja, daar ga je niet zoveel aan hebben. Dus dat is een gratis power cube, zo te zien. Maboy Mantis, die helaas dus alleen moet spelen. Hier beneden. Wow, er wordt een pool gedaan. Op een bot. Oh nee, dat is geen bot. Dat is zijn naam, Bot 4. Ik was verwacht al door. Bot 4 is dus geen bot. En dan hebben we nog Joris de Knaap en Papa de Topper. Joris de Knaap heeft vorige keer volgens mij ook meegedaan. Die naam herken ik.
Nou, 4 power cubes voor deze heren. Ja, en die bot die gaat natuurlijk lekker farmen. Ja, dat is het voordeel. Dat is wel een bot, die bot 1. Een crow en een, ja, een pokko. Ja, kijk, ja, die gaat gewoon weer farmen. Of ja, die gaat farmen. Die gaat laat andere mensen farmen. Maar het is toch nog niet zo makkelijk. Want kijk, hij doet toch wel iets. Ja, maar ja, daar komt hij. Ja, en dat wordt een gratis power cube. Dan laten we een Karel vallen aan. Oeh. Heftige play, heftige play. Bot 4, wat dus geen bot is, die peert hem. Die rent weg. Spannend, spannend. Oh, en Kareltje maakt hem af. En dat betekent weer een extra power cube. Ze staan op 5. Ja, Mentes, die heeft het zwaar. Die heeft het zwaar. Oh, Karel, wat gebeurt hier beneden? Die heb ik totaal gemist. Karel pakt weer een killetje. Er zijn nog 3 teams over. Mentes is helaas niet meer op deze aardbodem. Joris en papa de topper staan daar in een benarde situatie, zoals ze dat bij voetbal zouden zeggen. Ja, dit wordt spannend. Oh, ze gaan erop. Papa de topper gaat er volledig voor. En dat betekent dat Analkabal en Itcha Boy wel toegetakeld zijn. En Karel gaat er vol voor. Heeft 10 power cubes. Maar ja, wat gaat er nu gebeuren? Oh, hij heeft 12 power cubes. Oh, en hij verliest op het laatste moment. Joris de Knaap heeft gewonnen. Samen met zijn duopartner. En wie dat is, dat weet ik niet. Maar die komen nu in beeld. Helaas, helaas voor de rest. Maar het was een mooie wedstrijd. Oké, pool nummer 4. Wederom een spannende pool. Maar er is 1 duo die opgevuld moet worden. Dus Maze en ik zitten erin. Maar wij gaan meteen dood. Daarna moet ik snel gaan spectaten natuurlijk. Dus ik ben benieuwd. Oké. Het is elke keer een random map zoals je ziet. Ik heb weer gewoon een random map aangeklikt. Zo. En nu is de kwestie van geduld. Oeh, nou, daar gaan we. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Snel spectaten. Forse Jorre zit erin. Hoppa. Spectaten maar. Oeh. Zo, wie zijn die guys? Kihan en Daan hebben 4 power cubes. Duncan en Jade ook. En daarboven, oh, Rubosaurus en Joran ook. Dus dat is gelijk op. Alleen deze heren hier beneden. Die Forse Jorre en Vinnevici, die hebben maar 1 power cube. Maar dat wil natuurlijk nog niks zeggen. Als ze een goede play zetten, dan kan er nog alles gebeuren. De storm gaat closen en dat betekent dat ze dadelijk toch wel iets moeten. En er wordt een beetje druk gezet op de heren hier beneden. Maar die zitten mooi in de bosjes, dus dat is wel, wel handig. En Bo heeft zoals je ziet zijn totem al kunnen plaatsen. Waardoor Forse Jorre met Mr. P ook zijn super al heeft kunnen gebruiken. Heerlijk totempje. Kun je gewoon lekker je super opladen. Ik vind dat een top gadget. Hierboven blijven Jade en Duncan schuilen. Met een Jean en een Jackie. We zien veel Jackies en veel Jeans vandaag. Ja, nu gaat er actie komen. Dat kan niet lang meer duren. Mr. P zet daar zijn super neer. Maar ja, die worden zwaar onder druk gezet, die heren hier. Die gaan kapot, ja. Ze gaan helemaal kapot. Daan en Kian hebben ze te grazen genomen. En hierboven is ook al iemand uitgeschakeld. Namelijk de Jackie. Oi, oi, oi. Dat wordt lastig voor Jade om hier nog uit te komen. Daar gaat ze. Gaat ze, hij. Ik weet niet of het een man of een vrouw is. Het is een mannen- en vrouwennaam. En nu is het een Pam tegen een Pam en een Jean en een Poco. Ja, dat wordt wat. Ook evenveel power cubes. Dus dit is echt de strijd der titanen. Wie gaat dit nou het slimste spelen? Ja, dit lijkt alsof Kian en Daan dit gaan oplossen. En dat doen ze ook. Ze lossen het op met heerlijke heals. En kijk, ze hebben het zelfs gepakt. Wauwzus. Ja, dat was gewoon een soort van heal-off, jongen. Op het laatste moment en een Poco heal en een Pam heal. Ja, dan kun je vrij weinig doen natuurlijk. Heel erg netjes gespeeld. En dat betekent dus dat Daan en Kian de winnaars zijn van pool nummer 4. Yes, pool nummer 5 is nu in beeld. En zoals je ziet, dit zijn de mensen die meedoen. Dat doet helaas weer 1 bot mee. Iemand is niet opkomen dagen. Of ja, iemand is uit de club gegaan. En dan kun je helaas niet meer meedoen met het toernooi. Nou, we gaan kijken mensen. Spannend. Spannend. Ja, ze zijn begonnen. Wat gaan we nu weer allemaal zien? Het is weer een random map. Ik weet zelf niet eens welke map ik heb aangeklikt. Ik heb gewoon iets gedaan. Oh, het is deze map. Dit is de Bo map, is dit toch? Iedereen speelt hier met Bo. Ja, zie je, er zijn weer allemaal bootjes. Hier geen Bo trouwens. Mita en SG. Mita heeft een hele rare bug bij zijn health bar, zie je? Dat heb ik steeds vaker sinds de nieuwe update. Dus hier staat bot 1. Helemaal random, ja. Daar heb je natuurlijk vrij weinig aan. Oh, daarboven worden mensen afgeslacht. We gaan ons niet te veel focussen op die bot, want dat is saai. Xits Chemme en Xits Lucas hebben hier samen al 4 power cubes weten te bemachtigen. En hier wordt de bot afgeslacht. Free kill natuurlijk. Maar ja, het is sowieso altijd een beetje lucky. Ook waar de boxen spawnen. Dus dit is gewoon een extra luck factor, zo zou je het kunnen noemen. Magic Pony wordt hier door Jackie kapot gemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen dat je verloren bent. Joran blijft daarboven schuilen.
Oh, durft hij zo dichtbij te komen bij een Shelly? Dat zou ik niet doen, ook al ben je een Jackie. En ja, dan moet je je power cubes inleveren. Dat betekent dat Ryan en Wouter nu 6 cubes hebben. Je ziet een klein dansje van Wouter, zo blij is die. En hierboven is Magic Pony weer terug. Ken ik ook nog van het vorige toernooi trouwens. Leuk om te zien dat die mensen nog steeds in de club zitten. En even tussendoor promo voor de club natuurlijk Dylan Hagenschamp. Maar als jij mee wilt doen aan dit soort leuke toernooimenten, dan kom er even bij. Join gezellig. Vanaf 21.000 cups. Maar we hebben ook nog lagere clubs waar je gewoon bij kan komen. En wat gebeurt hier allemaal? Ik ben helemaal niet aan het opletten. Hier worden weer mensen afgeslacht aan alle kanten. Xits Lucas, ja, die is heel low. En Brawl Ryan gaat er volop voor. En betekent ook meteen dat hij al die power cubes in de pocket heeft zitten. Maar SG gaat er weer voor, de winnaar uit het vorige toernooi. Maar hij wordt nu afgeslacht. Brawl Ryan gaat er volledig voor. En heeft hij Mita? Dat is de vraag. Mita schuilt, maar hij staat gewoon zichtbaar. Let op. Ja, 15 cubes tegen 9. Dit wordt heel spannend. Als Mita dit nog klaart met zijn duo partner, dan doe ik mijn petje oprecht af. En oh, SG is terug. De winnaar van het vorige toernooi is weer gespand. Maar ja, hoe ga je dit ooit winnen? Niet dus. Brawl Ryan en Wouter zijn door naar de halve finale. Spectaculair spel hier op het laatste moment. Goed gespeeld. Heel erg netjes. Het ziet er allemaal goed uit. Ik heb mooie plays zien. Ik ben benieuwd wat Pool 6 ons gaat brengen. Even een momentje om uit te rekken hoor. En even een momentje om te kijken wie er tot nu toe allemaal door is. Hier zie je ze. Super mooi. Heel mooi ingezoomd editor. Dankjewel, man. Je bent echt een topper. En Rick, dankjewel voor het mooie design te maken van dit weer. Echt super goed. Jawel, ze zitten erin. We gaan een kijkje nemen. Plunderaar en DJ Patatje. The Lion King en Ruben. Ik zie allemaal Jackies. En allemaal jeans. Wat grappig. Oh, er is toch nog een Ems. Maar hier ook weer een Jackie en een Jean. Oh, die horen helemaal niet bij elkaar, joh. Die zijn gewoon rustig kistjes aan het openmaken hier. In ieder geval, dat is de bedoeling. Ik heb veel vertrouwen in Mohammed, want die heeft echt onwijs veel cups. Staat volgens mij bovenaan de club op dit moment. Of in ieder geval ergens in de top 3 sowieso. Dus ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Ik zie hier wel dat de andere teams 3 cubes hebben. Dus dat maakt het wel lastiger. Allemaal zelfs. Alle teams hier omheen hebben 3 power cubes. Oh, en hier beneden, Magneet, Gijs en Messi hebben zelfs 4 power cubes. Ja, dat is het natuurlijk altijd een beetje. Je weet niet waar die kistjes gaan spawnen. Dat is gewoon totaal random en daar kun je gewoon heel veel geluk mee hebben. Ik denk dat we moeten wachten totdat de storm dichterbij komt. Want dan zal het ineens spannend gaan worden. Ze spelen allemaal heel safe. Maar ja, er staat ook een prijs op het spel, hè. En deze keer is het zo dat als je als tweede of derde eindigt, er helemaal niks aan winst is. Alleen de eerste plaats wint dit keer iets. Ja, mag ook wel eens, hè. Oeh, Timo en Shahid daarboven hebben het zwaar. Maar hier Mohammed en de Flying Dutchman ook. Oei, oei, oei. Ik denk dat die het niet gaan halen, want de Flying Dutchman is ook low. En die wordt nu helemaal onder druk gezet van alle kanten. En ze liggen eruit, uit het toernooi, helaas. Oeh, en de Lion King wordt er ook nog helemaal in een hoekje gedreven, letterlijk. Magneet Gijs pakt die cubes op. En jeetje, ineens gaat iedereen dood. Plunderaar. DJ Patatje, Magneet Gijs en Messi. Magneet Gijs gaat heel agressief en dat kost hem zijn leven. En dat kost hem de winst ook. Jeetje, DJ Patatje en Plunderaar zijn de winnaars van pool nummer 6. Netjes gedaan. Applaus. Transition naar de nieuwe. Oké, hallo. Jullie zijn weer terug na het zien van een fantastische transition. Mogen we die nog een keertje zien? Wow, die is echt vet. Nog één keertje dan. Oké, genoeg gekloot. Het is tijd voor pool nummer 7. Hier zitten geen bekenden van mij in, volgens mij. Zijn er mensen die... Nee. Ja, ik heb wel eens met deze mensen gespeeld. Met verschillende van deze. Er zijn ook al clubleden die er al langer in zitten. Toppers zijn jullie, trouwe leden, loyaal. Daar hou ik van. Ik zie dat het team vol zit, dus ze gaan ieder moment spelen. Ik vind het wel echt leuk dat ik dit soort dingen met mijn club kan doen. Dat maakt het wel echt tof. Alleen, ik moet wel echt een keer meedoen aan zo'n toernooi. Alleen de kans dat ik dan win is natuurlijk gigantisch groot. En dat is oneerlijk voor de rest. Ja, ze zitten in koppelprocedure. En dan gaan wij spectaten. Daar gaan we. Wizard of Oz en de strijder. Wederom met een Jean en een Pam deze keer. Ook heerlijke hieltjes van die Jean natuurlijk. Dat is wel heel lekker. Babypoeder ook met een Jean en dan Ninja met een Crow. Een Crow, om het maar op zijn Nederlands te zeggen. In the Netherlands they say that is another cook. Hier hebben we nog meer in de aanbieding. We gaan het even zo doen, dit is mooier. Jouke Pro en El Tigre. Omar, Blauwe Smurf. En LeBron James. Oh, jeetje. Die pool was even zuur.
die werd er meteen uitgepikt. Olma staat daar niet zo fijn opgesteld. Twee teams om hem heen. Ja, wat moet je dan, hè? Ja, op een pad gaan staan en maar hopen dat je eruit vliegt. Ja, dat is altijd zo zuur bij duo. Als je in een hoek wordt gedreven door twee teams. Dan focussen je gewoon en ja, geef die andere teams ongelijk. Free hits pakken. Free super pakken. Ja, en daar is er weer eentje uitgepikt. Deze keer is het Omar. Een blauwe smurf gaat dit gewoonweg niet overleven. Maar ja, hierdoor zijn Jouk en El Tigre in dezelfde situatie gekomen als de heren hiervoor. Wow, Mind Pro trekt hem eruit. Maar duwt hem meteen weer weg. Jouk en Pro, ja, die gaat dat nooit overleven natuurlijk. Dat is heel zuur. Maar wie gaat hier nou het beste uitkomen? Weinig powercubes. Bijna niemand heeft powercubes. Iedereen met powercubes wordt de heren het gepakt. En daar werd LeBron James ertussen uitgepakt. Ho, ho, ho. Maar hij leeft nog. Dat is heel netjes. Dat is echt heel netjes hoe ze dat hebben gedaan. Oké. Mijn Pro en LeBron James staan in het midden. Dat is fijne positionering. Wizard of Balls is terug. Ze hebben het overleefd. Maar ja, hebben daardoor wel Power Cubes moeten verliezen. Ninja en Baby Poeder zetten een beetje druk. Proberen dat midden. Proberen ook een beetje in het midden te komen. Uitkijken dat je niet per ongeluk op een pad komt. Dat zou niet zo mooi zijn. Oh nee, dat gebeurt er boven ook nog. LeBron James vliegt weg. En oi oi oi, Ninja en Babypoeder. Volgens mij horen die bij elkaar. En dat betekent dat Ninja en Babypoeder de winnaars zijn van pool nummer 7. Oh, en wat zal LeBron James balen. Even een herhaling. Een pet komt, dat zou niet zo mooi zijn. Oh nee, dat... Oh, ja, ik wil je niet voor schut zetten, maar dat is zuur. Dat is mij al heel vaak overkomen. Maar dat is zuur, jongen. Nou, dat was een mooie pool. En ik zou zeggen, gooi die mooie transition er maar weer even in. Pool nummer 7. Karel en ik zitten in de game, maar gaan direct dood door de storm. Zoals je hier kan zien. Zo. We moeten even wachten. En dadelijk ga ik commentaar geven zodra ik spectate. 2000 years later. Daar gaan we weer. Mees en Bananensaus staan in het midden. En Ornord en Noah hebben hier 6 cubes. En gaan vet gretig in op Johnny. Johnny is gepakt. Power is alleen over. Want Johnny en Power zijn duo's. En ze lopen samen. Maar ja, dit gaat Paul wel overleven. En boven staan Valouche en Stalin. Allebei ook 2 power cubes. Veel boos hier. Dat is altijd lekker met zijn totempje. En dan, dat klinkt super raar trouwens. Dat is lekker als er veel bosjes zijn. Maar dit is nog steeds niet beter. Bo met veel bosjes en zijn totempje. Ja. Storm gaat closen en dat betekent... Oh, Power wordt hier onder druk gezet! Gaat hij dit overleven? Nee, dit gaat hij natuurlijk niet overleven. Hij zit midden tussen alle teams en ja... Wow! Iedereen wordt daar ineens aangepakt. Mensen gaan gretig voor die cubes. Ornord en Noah hebben 9 cubes. Dat is een hoop. Dat is een hoop. Totem is kapot gemaakt. Maar ho, Bananensaus geeft daar een paar goede hits. Legt die mijnen ook heel tactisch neer. Maar goed gedodged door Noah en door Ornord. Mees gaat er volledig voor, want die is natuurlijk nog geshield. Dus dat, hoe zeg je dat in het Engels? Unvulnerable. Iets in die trant. Noah pakt daar iemand, maar ja, dat doet weinig. Maar toch wel veel damage. En Bananensaus kan het daardoor afmaken. Mees en Bananensaus zijn nog over, samen met Noah, Stalin en Ornord. En dit gaat heel goed voor Mees. Oh my god! En Ornord gooit een geweldige super en maakt ze hier af. Wauw, zus! Ik dacht, Mees en Bananensaus pakken dit. Maar wat een play van die Tara daar. Fantastisch gedaan. Winnaar van pool 8 is bekend, zoals je hier ziet. Pool nummer 9, de laatste pool voor de halve finales. En ik heb er zin in. Ik ga samen met Mees weer dood. Floptidoeptidoeptidoep. En dan gaan we zo weer spectaten. One eternity later. We gaan in de pot. Karel OP, JMT Jona, we hebben Fezaan YouTube, Jerry Pieper, Doggy, Berend, Just Too Fast en Wlimpy. Wlimpy! Er wordt goed gebruik gemaakt van de bosjes en Bo en zijn totem. Wat ik nu niet meer normaal kan zeggen. En het zal weer hetzelfde verhaal zijn. Op het laatste moment wordt het allerspannendste, want dan komt iedereen samen. Maar als je druk zit in het begin en je weet power cubes te bemachtigen, dan heb je een voordeel. En het staat nu echt extreem gelijk, want iedereen, ieder team, heeft 3 power cubes. Dus daar moet het niet aan liggen. Oeh, Doggy pakt er toch wel flinke hits en gaat daar ook dood.
door Just Too Fast. Maar Fizan weet zijn Power Cubes op te pakken. Ja, beneden wordt Berend onder druk gezet. En dat betekent dat zijn duo verleden tijd is. Just Too Fast daar ook. Oeh. Fizan en Jerry staan er het beste voor. Daar beneden liggen heel veel Power Cubes. Gaan ze die nog pakken? Ik denk het niet. Ik denk dat ze het laten liggen. Ze durven het niet aan. Dit ziet er heel goed uit voor Jerry en voor Fizan. Ze blijven druk zetten en ze hebben natuurlijk flinke heals. Oi, 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 oi. Mijnen. Let op voor die mijnen. Die liggen dan ook van de andere duo. Oeh, die mijn wordt dan net niet geactiveerd. Oh, Jerry heeft toch flinke damage gehad. Maar ja, kijk hoe snel die heals erbij komen. Ongelooflijk. Oh! Karel wordt er tussenuit gepikt. Ja, en nu wordt het wel heel moeilijk voor Johan. Als hij dit nog klaart, dan ben je echt een held. Maar ja, dit gaat natuurlijk helemaal niks meer worden. Dames en heren, Fizan en Jerry zijn door naar de halve finale. Heel netjes gespeeld. En dat betekent dus dat het tijd is voor de halve finale. We zien hier de bracket. Alle winnaars van de pools komen bij elkaar. En hier is wel even een dingetje. Het zit namelijk als volgt. Er moeten namelijk 5 duo-teams naar de finale gaan. En dat betekent dat van de eerste halve finale 3 duo's doorgaan. En van de tweede halve finale 2 duo's. Dan kun je denken, hé, maar dat is oneerlijk. Nee, want in de tweede halve finale zitten minder duo's. Dus als het goed is, komt het ongeveer qua percentages gelijk uit. En ja, het is heel simpel. Als je wint, dan win je. Dus ik wens iedereen gewoon heel veel succes. Zet je beste beentje voort of je beste duim, want daar speel je mee. En dan gaan we nu gewoon kijken naar de finale. Halve finale. Gaan we beginnen. Oh, deze gasten zullen het al spannend vinden. Met trillende handjes zijn ze aan het spelen. Maar ja, dat moet de pret niet drukken. Dat moet het alleen maar opvoeren. Kryptonaut, Bral Ryan. Ja, ik heb die namen natuurlijk al allemaal net voorbij zien komen in de bracket. En dat hebben jullie ook gezien. Maar ik ben benieuwd. Team Dylan Hages represent hierboven met een B en een Pam. Dan hebben we Wouter met zijn kanonskogels. En dat zeg ik omdat ik even de naam niet meer weet. Hoe heet hij nou ook alweer? Brok natuurlijk. Toen kwam ik niet op de naam Brok. Dat is echt serieus de knokker waar ik de meeste trofeeën mee heb. Oh jeetje! Wat een snipe van Jesse. Dat zag er netjes uit. En hier heeft Sandmandje Kihan gepakt. Ik weet niet waar het gebeurde. Hier beneden ergens. Daan staat er nu volgens mij alleen voor. Die rent zo goed als het kan met Pam helemaal weg. Hier in het midden wordt een beetje de controle gepakt door Jesse en Crypto. Oeh, hier komt een sandwich aan. Sandmandje en Mama tegen Bral, Ryan, Wouter. En oh, Jesse en Crypto doorbreken die sandwich. En denken, jongens, wij gaan gewoon vol op Joris en op Papa de Topper. Oeh, dat was een flinke hit van Jesse. En oei, oh, mooie blok van Pam. Maar gaan ze dit nog overleven? Weer een flinke hit van Bea. Papa de Topper beukt ze weg. Maar ja, toch een flinke snipe daar. Netjes gedaan van Crypto en Jesse. Maar Bral Ryan. Oh my god, weer een snipe van Jesse. Heftige plays. Dat brengt ze op 3 power cubes. En Sandmandje en Mama hebben er 2. Wat een finale nu al. Ah, ja, het is een halve finale. Maar ja, dat voelt als een finale natuurlijk. Oeh, daar gaat Jesse. Gaat hij dit overleven? Oh, hij heeft natuurlijk zijn honingschild. Net op tijd. Gaat daar nu healen. Crypto blokt hem. Maar oh, ze gaan er volledig op. Maar ze weten natuurlijk dat het nu niet meer zo heel erg belangrijk is. Want ja, de mensen die nu door zijn, zijn al door. Maar ja, je wilt toch voor de eer winnen. Oeh, netjes. Oh, Jesse. Wat een play. Oh my god. Ja, wie gaat hier nou winnen uiteindelijk? Het maakt niet meer zoveel uit. Deze teams zijn sowieso al door. Daan, Kian, Jesse en Crypto. Maar het is toch wel mooi om even die win hier ook te pakken. Weet je, dat voelt dan toch lekker. Gaan ze het klaren? Jawel, Crypto en Jesse klaren het alsnog. Heel netjes gespeeld. Maar dat betekent dat de top 3 van deze halve finale door is. Jawel, jawel. De tweede halve finale. In deze halve finale gaan 2 teams door. Dus de nummer 1 en de nummer 2. Karel en ik gaan direct dood door de storm. Zo. Ik ga hier meteen staan. 2 hours later. Daar gaan we. Ornord, Noah Noob, DJ Patatje, Plunderaar, Jerry Pieper, Fizan, Ninja en Babypoeder. Oeh, deze hebben al 5 Power Cubes weten te bemachtigen. Babypoeder en Ninja, dat ziet er netjes uit. Hierboven staan Noah en Ornord lekker te wachten in de bosjes. We zien veel Jackies op dit level weer. Het gebeurt vaker bij dit level en veel Jeans ook weer. Goeie duo. Is het blijkbaar. Oeh.
Jerry mist aan zijn grab. Ik ging net weg met de camera, maar hij miste zijn grab. Dat was jammer. Oeh, wat gebeurt hierboven? DJ Patatje loopt helemaal weg van zijn duo-partner. Daar zal hij niet blij mee zijn. Oh, en hij wordt daar ook nog eens gepakt. En dat betekent een extra power cube voor Noah en Ornord. En Plundera, ja, die is nou een beetje achtergelaten. En die wordt nou door alle kanten aangevallen. En ja, dat betekent dat ze eruit liggen. Nog 3 teams over. Als er nu 1 team afgaat, dan is het heel zuur. Want dan lig je er alsnog uit. 2 teams gaan door naar de grote, grote finale. Oeh, Ornord pakt daar flinke hits. Oh jee. Noah, die is als enige over. En die weet ook, ik kan de pineut zijn. En ja, zijn ze dat, wilde ik zeggen. En dat zijn ze inderdaad. En nu maakt het eigenlijk allemaal niet meer zoveel uit. Ze vechten nog een beetje, maar ja, ze weten ook, we zijn door. Ze zijn waarschijnlijk aan het juichen. Babypoeder en Jerry staan ze hier. Om en om. Ze willen toch even die win pakken. Snap ik ook wel. Daar komt zijn team mee terug, Ninja. Wie gaat er hier winnen? Dat is de vraag. Oeh! Babypoeder heeft 14 cubes. Maar ja, gaat hij... Oh my god! Holy shit, dat had ik niet verwacht. Hij pakt hem daar alsnog. Netjes gedaan hoor. Zoals je ziet in de bracket, dit zijn de mensen die door zijn na de finale. Gefeliciteerd. Oeh, het is zover. Het is tijd voor de grote, grote finale. En je kan dus 2 van deze units winnen. Zo'n rollende gadget dingen die je kan verplaatsen als je een robot wil zijn of zo. Nou goed. Een prijs te waarde van 400 euro. Dus welk duo team gaat er vandoor met deze dingen? Dat gaan we nu zien. Ik ga eruit. En we gaan zo spectaten. Spannend! Je ziet hier de deelnemers uit de finale. En ik ben heel, heel, heel erg benieuwd wie er gaat winnen. Hoplakee. Oeh, ik heb weer een random map aangeklikt. En we zien hier Crypto en Jesse. Oeh, die gaan meteen gretig ervoor, hoor. Oh my god, hier in het midden gaat het gebeuren. Oh! Jesse heeft wel 3 cubes weten te bemachtigen. En Fasan en Sam, wat is dit voor een finale, jongens? Iedereen gaat er volledig voor. Oh, Crypto is bijna dood. Dat scheelde echt ontzettend weinig. En Jesse is inmiddels weer terug. Maar dat betekent wel dat Crypto 4 power cubes heeft weten te bemachtigen. Kian en Daan hebben de macht over het midden overgenomen. Zij hebben daar de controle. Maar dat wil natuurlijk nog niet zo heel veel zeggen. Want er zijn heel veel boos die het daar vol gaan gooien met mijnen. We zien eigenlijk... Zien we nou alleen maar dezelfde teams? Oh nee, hierboven is nog een Crow. Maar verder zijn het alleen maar dezelfde teams. 3 keer raden wat goed werkt op deze map. Oeh, Daan en Kian hebben wel 5 power cubes. Dat ziet er wel goed uit. Ze spelen hier wel voor een prijsje, hè? En natuurlijk zijn ze voor al jullie kijkers aan het spelen. Dus dat maakt het ook extra spannend. Wow, wow, wow. Daar wordt een heel team gewiped in één keer. En dat betekent dat deze lui 6 power cubes hebben, Daan en Kian. Heel netjes. En dat boven wordt druk gezet door Jesse. Maar dat loopt niet zo goed af. Crypto probeert te ontkomen. Ninja zet ook druk. Hij weet dat hij het nu moet doen. Hij doet ze super. Springt wel in mijnen, dus daardoor moet hij een beetje terug. Gaat Crypto dit overleven? Dit ziet er niet goed uit. Maar Jesse komt terug. Maar ja, wat moet hij zonder power cubes hier doen? Heel spannend. Heel spannend. Ja, hij is de pineut. Wat moet hij doen? Hij probeert naar de andere kant van de map te gaan. Maar dat gaat hem niet lukken. Oh, dit zijn de heren die over zijn. Ninja, Babypoeder, Daan, Kihan, Zandmandje en Mama. Wat een spanning, wat een sensatie. Ik krijg er zelfs een voice crack van. Heb ik deze hele video nog niet gehad. Maar nu is het zover, hoor. Oh, Kihan en Daan zetten druk. En oh, heel slim. Achter dat ene muurtje pakt hij de kills. En Ninja is er over. Maar Daan en Kihan zijn de winnaars van dit tweede toernooi. Op Dylan Hages Gam. Op Dylan Hages Gaming. Op wat dan ook. Super mooi. Wat een pot. Gefeliciteerd. Oh my god. Ik ga ze uitnodigen. Daan en Kihan heten ze. Wauw. Daar staan ze. Kijk ze daar trots staan. De winnaars van dit toernooi. Geweldig. Nou, ik ga in ieder geval even met ze chatten. En ik ga zorgen dat de prijs naar hun opgestuurd wordt. En vonden jullie deze video nou leuk? Klik dan op het duimpje omhoog. En klik natuurlijk ook gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's op dit kanaal. En wil jij nou ook meedoen aan dit soort toernooien? Join dan onze club. Dylan Hages Gam, daar staat hij. Verder heb ik nog iets te zeggen. Oh ja, volg dus onze DHG eSports pagina op Instagram. Vergeet dat niet te doen. Zou super tof zijn. Daar komen ook hele vette events voorbij. Nou, kijk ze hier staan.
Kijk hoe blij ze zijn. Kijk, zie je hoe blij ze zijn? Dat doe ik echt niet met mijn vingers nu, hoor. Dank voor het kijken allemaal en tot de volgende keer maar weer. Later!